Jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag staan Robin en ik hier. Waar staan we, Robin? Nee, dat mag jij vertellen. Dat mag ik vertellen. Vandaag zijn Robin en ik beland in de Skyblock op Content Veen. Robin, ik hoorde dat jij een leuk idee had om te doen vandaag. Ja, wat is dat? Inderdaad. Wat is dat leuk idee? Wij gaan samen. Wacht, lekker... hier is een visje. Oh, dankjewel. Ja, geen probleem. Die is... Waarom kan ik hem niet oppakken? Het is een zwaar visje. Ja, het is een heel zwaar visje. Wij gaan samen een Skyblock-serie starten. Een Skyblock-avontuurtje starten. Ja. Oké, ja. Hoe doen we dat? Nou, ik wil jou uitdagen. Tot, wie het beste eiland kan maken in een bepaalde periode. Een Sky... Ik wil zeggen Skywars, maar Skyblock... Oorlog is dit, Robin. Dan gaan we naar onze grote vriend hier, eilandmenu. Dan neem ik het jungle eiland. Welke neem jij? Maar die wilde ik. Nee, die is van mij. Oh, dan neem ik het originele eiland. Oké, neem jij het originele, maar ik neem het jungle eiland. Denk ik. Ja, ik neem het originele eiland. Ik ben er. Het is donker, Robin. We beginnen in het donker. Waarom is het donker? Ik ben er nu ook en ik heb het ook donker. Jij hebt het ook donker. Voor de mensen die niet weten wat Skyblock is, het is heel simpel. Je hebt een eiland zoals dit en meestal is het ook overdag. Het is nu even jammer dat het donker is, maar dat maakt niet uit. Dan heb je een paar spulletjes waarmee je moet overleven en het doel is om een zo groot mogelijk eiland te creëren. Zo rijk mogelijk te worden. We hebben nu 0 euro op de bank van ons eiland. Ons eiland is ook nog maar level 1 helaas. Uiteindelijk wil ik een veel hoger level hebben dan die van Robin. Robin, welk level is jouw eiland? 26. Dus dat is mooi. Nee, ik heb ook gewoon 1. Ik heb dit eilandje hier. Zoals jullie hier kunnen zien, een veel minder waardig eiland dan Max eigenlijk. Ja, ik ben natuurlijk gekozen. Veel cooler dan Robin, dus ik ben blij met mijn keuze. Ja, maar weet je wat is? Jij hebt bijvoorbeeld alleen maar lelijk junglehout. Ik heb gewoon ook wood. Ja, maar als je zo gaat doen, vind ik het ook helemaal niet meer leuk. Ja, maar wat wil je nou dat ik zeg dan? Weet ik niet. Ik ben gewoon lekker mijn sugarcane aan het farmen. Ja, ik ga ook beginnen. Ik heb al gewoon water. Jij hebt water. Gewoon water. Dat is er al gewoon. Nee, je niet. Ja, dat is er al gewoon. Ik hoef daar geen moeite voor te doen. Nee, ja, dat zal wel weer, weet je. Bij mij zal het zo meteen wel fout gaan dat ik geen obsidian generator... Of nee, ik zeg het nu al fout. Ja, maak jij maar obsidian generator. Ik maak wel gewoon een cobblestone generator. Dat is goed. Oké, dan gaan we eerst even dat hout hakken, maar dan moet ik dit sprongetje halen. Oh, ik heb hem gehaald. Oh mijn god, ik heb wel echt een enge sprong op mijn eiland, moet ik zeggen. Oh, en mijn boom is heel ongemakkelijk om te hakken. Ik heb wel heel veel hout, kan ik hieruit halen. Dat is wel lekker. Dat doe je goed, Max. Dat doe je goed. Ja. Ik heb daar eigenlijk weinig aan. Nee, dat snap ik. Informatie voor jou. Ik heb al 3 saplings. Wat vind je daarvan? Ja, ik heb die niet nodig. Oh. Ik heb al 10 hout, Robin. Ook dit kleine eilandje wordt ook gewoon een soort van mijn wooneiland. Ik weet niet waarom ik het kleine eiland verkies boven het grote eiland daar, maar dat maakt niet uit. Ik ga lekker heel veel hout maken om een crafting tableetje te maken. Zo, die hebben we al. Dan ga ik mijn kist uitbreiden. Nou, ik heb nu al het gevoel dat ik een beter eiland heb dan die van jij. Nee. Want ik heb net een bot uit de grond gevonden. Ja, ik heb een bot uit de grond? Ja, ik wist ook niet dat dat kon, maar... Huh? Ik heb een bot hier in mijn kist zitten. Ja, misschien ik ook wel. Ja, ik ook, maar ik hakte net een blokje deurt weg en ik kom ineens een fossiel tegen. Echt? Een fossiel? Ja. Oké. Misschien dat ik ook een fossiel tegenkom. Ik kom alleen maar deurt tegen. Maar ja, ja, weet je, het ding is, Robin, jij bent zeker ook al een groter uitgraving level. Ik ben nog maar level 1. Ook, maar ik heb 25 XP, 26. Dat is interessant. Oké, ik ga mijn eiland hier even uitbreiden. Er zit ook al kool, zag ik hier, maar ik moet even een cobblestone generator maken. Alleen ik ben vergeten hoe dat moet. En die ga ik wel op mijn grote eiland maken, oké. Dit vind ik een enge sprong, wacht. Ik ga eerst even wat blokken hakken hier. Zo, dan ga ik mijn sprong iets veiliger maken. Oh mijn god, het is echt eng, gewoon. Maar ik zou je daar op zich wel mee willen helpen met een cobblestone generator. Hoezo? Om te vertellen hoe dat moet. Maar volgens mij weet ik het wel. Volgens mij is het gewoon hier dan zo een gat doen en dan zo. Wist je dan dat je altijd kan kijken op onze hulpeiland? Dit zeg je alleen maar omdat het onze server is, dat je mensen wil helpen. Dat klopt. Niet omdat je mij wil helpen. Dat klopt, maar daarmee help ik jou dan toch ook? Dat klopt. Ik ben aangekomen op het hulpeiland, jongens. En hier, dit is even een leuk tipje voor jullie. Ik weet oprecht bijvoorbeeld even niet meer hoe je cobblestone generator maakt. Maar het was inderdaad, dus water moet naar beneden vallen en aan de andere kant moet het lava. En dan maakt het volgens mij niet uit welke manier het plaatst. Volgens mij moet dan eerst het water en dan de lava. Niet dat het verder uitmaakt en dan krijg je cobblestone. Dan moet ik hier het water plaatsen, hier. Wacht, doen we eerst de lava. Kijk, zo. Hier doen we lava. Pak ik even water, bewaar ik namelijk mijn ijs, gewoon zoals dit. Hoppa, dan hebben we water. Nu springen we hierheen, dan gaat hier het water in. Als ik dit dan weghak, zo, en dan zo doe, als het goed is... Ja,
Cobblestone! Robin, ik ben al veel geavanceerder. Mijn eiland is al veel beter. Ja, dat denk ik wel. Want ik ben op dit moment zover dat ik alle dirt heb weggehakt om zoveel mogelijk uit te halen van mijn eiland. Ik heb 3 blokjes moeten laten gaan, helaas. Ja, kijk, dat is dus de fout die jij hebt begaan. Ik heb nu al gewoon cobblestone. En ik heb zelfs zo'n koolblokje, want af en toe krijg ik ook wat anders dan cobblestone. Oh, ik heb veel meer blokjes moeten laten gaan. Dat is toch al weg. De helft van het cobblestone wat ik hakte, dat wordt gewoon letterlijk verbrand in de lava. Oeh, daar ging je weer eentje bijna. Hoe is het op jouw eiland? Ja, gaat hartstikke goed. Gaat hartstikke goed. Ik ben op dit moment bezig met de cobblestone generator. Die heb je nog niet, hè? Nee, dat ben ik echt niet aan het hakken nu, hoor. Nee, dat dacht ik al. Oké, wacht. Ik heb 14. Dat is wel even genoeg. Daar kan ik namelijk gewoon een stenen pickaxe van maken en zo. Maar weet je wat ik stiekem even ga doen? Ik weet niet meer hoe je een cobblestone generator maakt. Ik ga eventjes gewoon een beginnerkitje ga ik nemen. Kit, eten. Zo, hoppakee. Dan heb ik gewoon even 16 eten. Max, wil je me helpen? Hoezo? Ik weet niet meer hoe je een ding maakt. Oké, wacht. Nee, ik wil jou niet. Nee. Hoezo? Ik wil je toch helpen? Dan moet ik toch naar je eiland toe. Nee, ik ga wel naar het spawn-eiland. Ja, dan ga je toch daar. Je zegt dat je hulp nodig hebt. Ja, nee, toch niet meer. Kijk, okay, gaat water hier. Gaan we even. Oh, we hebben infinite water nodig. Ja, hier. Hoe heb je nou weer infinite water? Ja, dat kan toch gewoon. Dat zeg jij. Snapt het spelletje volgens mij gewoon niet zo goed. Nee, want ik heb niet eens water op mijn eiland. Ja, dat is jouw probleem. Je hebt toch ijs? Dat is waar. Ja, nou dan. Wat wil je dan van mij? Oké, okay, ik ga het. Mijn geld. Ik ga het zelf doen. Ik ga toch verhuizen naar het grote eiland. Ik ben niet meer blij met de situatie op het kleine eiland. De economie hier is belabberd. Dus ik wil graag gewoon gaan settelen op het andere eiland hier. Maar dan heb ik wel even mijn water nodig. Want daar is al mijn infinite water. En hier heb ik die ruimte. Weet je, we gaan die boom hakken. We gaan eerst die hele boom omhakken. We hebben nu namelijk toch gewoon een stenen ex. Kunnen we die hele boom hier gewoon weghalen. Hebben we genoeg hout. Dat is ook chill. Robin, hoe bepalen wij uiteindelijk wie nou het betere eiland heeft? Nou, dat is heel simpel. Ja. Nee, maar dat is een serieuze vraag. Dat weet ik oprecht gewoon niet. Hoe gaan we bepalen wie een beter eiland heeft? Ja, dat is door het level natuurlijk. Oh ja, dat vind ik een goeie inderdaad. We zien rechts in beeld, zien we inderdaad. Hé, waarom staat... Ah, mijn eiland staat in de fik. We zien natuurlijk rechts in beeld, jongens, zie je eiland level. En dan gaan we gewoon kijken wie het hoogste level heeft en wie het meeste geld op de bank van zijn eiland heeft. Die heeft gewoon het betere eiland tussen Robin en ik. Dat vind ik wel een hele leuke. Dankjewel. Dat vind ik oprecht een hele leuke. Laten we dan ook eventjes gewoon dit helemaal plat hakken. En dan mijn cobblestone generator denk ik even verplaatsen. Want die staat nu helemaal niet. Nou, nee trouwens. Ja, het is gewoon onhandig. Ik heb het niet slim gedaan, Robin. Ik loop tegen een paar complicaties aan. Oh jee. Maar dat komt goed. Ik kan dit fixen. Dan nemen we het zand, hakken we even veilig. Zo. Ah, de lava. Oh, ik maakte een fout. Ik liet bijna de lava over me heen stromen. Ah, nee. Ik val de void. Oh, gelukkig houden we hier spullen. Oh, wat ben ik daar blij mee. Ik hakte een blokje en ik viel in de void. Oké, een cobblestone generator ziet er nu heel lelijk uit. Maar het gaat even om het idee. Ik wil gewoon mijn water verplaatsen. Dat vind ik belangrijk. Nou, weet je wat? Ik ga toch naar het kleine eiland verhuizen. Na heel lang nagedacht te hebben en na veel overleg te hebben met het... met de council, als het ware, hebben we bepaald... We gaan toch verhuizen naar het andere eiland. Jeetje, jij verhuist ook vaak? Nee, ik ben uiteindelijk dus niet verhuisd. Daar kwam het op neer. Het was gewoon een twijfel of we gingen verhuizen. Maar uiteindelijk is het dus besloten dat de verhuizing niet doorgaat. Aha, oké. Ik heb zojuist een cobblestone generator gemaakt. Daar loop je heel erg achter. Nee. Jawel, ik heb die al 2 jaar geleden gemaakt. Weet je wat het hele gemene hiervan is? Nou? Ik heb namelijk geen steen op mijn eiland, weet je wel? Oh, en ik wel natuurlijk. Mijn hele eiland zit vol steen. Ja, nou, ik dus niet. En het gemene is, het eerste blokje wat ik uit mijn cobblestone generator krijg, is redstone. En ik heb nog geen stenen pickaxe, of private pickaxe. Dus het gaat zo traag. Dus, oh, mijn god, dus je kan hier niet goed hakken en zo. En als in het duurt lang. Kool. Ik heb nog niet eens een steen gekregen. En die verbrandt ook, die kool. Oh, wat goed. Ik heb ook allemaal rare tufblokken en zo. Ja, ik ga het gewoon allemaal weghakken, want ik wil het hele eiland wil ik gewoon out of existence hebben. Ik wil 1 eiland hebben, niet 2. Ja, dat heb ik ook. Ja, maar dat is gewoon armoede bij jou. Bij mij is het gewoon een luxe probleem. Ik heb zeker armoede. Maar alle kijkers die zullen zien dat mijn eiland echt armoede was en die van jou gewoon luxe. Dus... Ja, ik heb het gewoon goed hier, moet ik zeggen. Ja, maar ik heb het echt goed hier. Waarom jij wel en ik niet? Ja, omdat ik... ik weet het niet. Het is mijn YouTube-video. Dus het moet goed beter zijn voor mij dan voor jou. Dat is grappig. Dat is comedy. Ah, dat is comedy. Ja, weet je wat ook comedy is? Dat ik mezelf waarschijnlijk het heel moeilijk heb gemaakt. Ik sta hier nu onder. Alles weg. We hakken. Maar ik weet nog niet of ik het slim heb gedaan. Ik heb een cobblestone generator vliegt nu gewoon in de lucht. Ah, dat is nu gewoon gaande. Ja, dat probleem had ik ook toen ik heel mijn eiland had weggehakt. Toen dacht ik, oh ja, dan heb ik er eigenlijk nog steeds niks aan. Okay, dan moet ik even hierheen bouwen. Dan dit slopen zo. Dan hier water plaatsen. Dan sloop, sloop, sloop. En dan... Ah, zo. Zo is dat goed gegaan.
Dan zo, hoppakee. Dan heb ik een vliegend cobblestone generator eiland die er echt absurd lelijk uitziet. Maar belangrijk is dat mijn eilandje hier gewoon veilig is. Oh, dit gaat een stuk sneller. Ja, heb je een stenen pickaxe? Ja. Goed zo. Maar weer elke keer die redstone. Ik begin honger te krijgen, maar gelukkig heb ik de kit gekocht waarmee ik gewoon lekker kan eten. Dus daar ben ik heel blij mee. Het begint weer donker te worden, Robin. Ja, ik merk dus het. Ik ga toortjes maken voor op mijn eiland, want ik heb al heel veel kool. Ik heb dat niet, maar ik heb het ook helemaal niet nodig. Jawel, kijk hier. Torch, torch, torch. En daar bij de cobblestone generator is het niet nodig, want daar is lava natuurlijk. Zeker dat iedereen nu in de comments zich zit te ergeren zo hoe wij dit starten. Of in ieder geval hoe ik dit zo start. Want ik we zijn toch gewoon op een niet efficiënte manier aan het doen namelijk. Nou, ik vind dat we gewoon prima bezig zijn hoor. Hoe weet je nou hoe prima ik bezig ben? Nee, dat ik prima bezig ben. Ja. Kijk, jij bent slecht bezig. Dat is gewoon een feit. Dat had ik ook al door. Ja. Zo. Maar dat komt eigenlijk al puur en alleen door het eiland wat ik heb gekregen van jou. Nee, je moet gewoon niet zo zeiken. Je bent gewoon niet zo goed in het spelletje. Daar komt het op neer. Dat is het. Nee, oké. Okay, daar komt het op neer. Ik snap het al. Ik weet alweer waar je me neerzet. Hoe gaan we dit doen? Er is ijs hier. Ik denk dat de cobblestone generator gaat verplaatsen naar een nieuw plekje. Maar daarvoor, jongens, ga ik even mijn geld uitgeven in de shop. Jeetje, ga je nu alweer vals spelen? Nee, ik ga gewoon dingen kopen. Dat is niet voor niks een winkel. Ik ga heel veel gras kopen. Ik wil mijn eiland uitbreiden. Dan ga ik 64 gras heb ik gekocht voor. Oh mijn god, voor 2000 euro. Ik heb gewoon 2000 euro uitgegeven aan een stek gras. Mijn geld is nu gewoon weer bijna op. We moeten voorzichtig zijn met het geld wat we hebben, jongens. Ja, dat moet je eigenlijk altijd. Ja, dat is sowieso ook in het echte leven natuurlijk. Maar hè, geen financieel advies. Nee, daar zijn wij niet voor. Zo, dan is mijn eilandje al een stuk groter. Dan komen we bijna weer bij de cobblestone generator terecht hier. Hoppakee. Dan gaan we mijn cobblestone generator verplaatsen naar het hoofdeiland hier. En dan is dat ben ik helemaal blij mee. Laten we eerst even gewoon wat steen smelten. Want ik wil niet met cobblestone werken, dat vind ik lelijk. Ik wil gewoon met stone bricks of zo werken. Dat is met kool. Al mijn kool is op. Dan moet ik eerst nieuw kool hakken. Oh shit, ik heb wat fout gedaan. Dit was niet slim wat ik hier heb gedaan. Wat heb je gedaan? Nou, ik dacht ik ga mijn cobblestone generator ietsjes mooier maken. Maar daardoor heb ik nu al alles weggehakt. En nou ja, ben ik eigenlijk nog nergens. Want ik heb mijn water daardoor ook moeten verplaatsen. Oh, maar deze. Ja, ik heb het dan wel slimmer gedaan. Ja, dat zal allemaal wel weer, ja. Ik moet eerst even. Wacht eens. Wat doe ik dan moeilijk? Wat? Ik kan dan natuurlijk ook gewoon wat via de shop kopen. Gewoon. Ja, tuurlijk joh. We hebben letterlijk een hele winkel waar je kan kijken. Ja, waarom vertel je dat nu pas? Dat zeg ik net, je hebt een winkel waar je dingen kan kopen. Alleen je moet wel op je geld letten. Als je geld op is, is je geld op. Ik koop 64 cobblestone voor 640 euro. En dan koop ik ook gras voor 1,92. Jeetje. Ja, ik had ook gras gekocht. Dan kon ik mijn eiland groter maken. Ja, maar ja, jij zult wel weer bakken met geld hebben nu. Ik heb 3000, valt wel mee. Ja, ik 1400. Dus waar zit het verschil? Wederom in het rijkdom. Ja. Ik heb meer kool nodig. Mijn steen blijft verbranden in de cobblestone generator. Wat irritant. Elke keer vliegt het erin en dan denk ik, oh, ik heb weer kool en dan vliegt het ook weer in de lava. Hey, ijzer. Oeh, ik heb 3 ijzer. Dan gaan we dat omsmelten en dan kan ik een ijzeren pickaxe maken. Dan gaat het weer even wat sneller. Dan lopen wij toch nog wel een klein beetje gelijk. Ja, enigszins wel. Ga ik een huisje bouwen met jungle wood? Ik denk het niet, want ik denk dat het echt absurd lelijk gaat zijn. Maar het past wel bij mijn sfeer hier. Dus misschien ga ik een boomhut bouwen. Maar dan heb ik... Ik kan een boomhut... Ik ga een boomhut bouwen, jongens. Het is besloten. Het is besloten. De boomhut gaat gebouwd worden. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Toen, toen, toen. Ja! De boom is gegroeid! We gaan een boomhut bouwen, jongens. Dat wordt mijn huis hier. En dan is alles hier beneden, wat misschien een beetje onhandig is. Maar dan is mijn boomhut in de hoge boom daarboven. Maar is het niet mega onhandig dat ik dan... Ik heb het gevoel dat ik een heel onhandig idee aan doe, mee, jongens. Dat dan zeg maar mijn cobblestone generator hier beneden is of zo. Of die kan ik ook in de boom doen, maar misschien vliegt de boom dan in de fik. Ik weet het niet. Ik wil heel graag een boomhut bouwen. We gaan nou even het plan doorzetten, jongens. We gaan een boomhut bouwen. Wat mooi dat je met gras kan bouwen. Ja, hè? De eerste ijzeren pickaxe is gecreëerd trouwens. En nu, als ik nu even de koppels... Oh, gaat dat een stuk sneller, wat fijn. Laten we dat blokje erachter ook hakken. Zo. Oh, ik heb er gewoon niet eens tijd voor. Zo, want dan kan ik gewoon doorhakken. Ik heb een plan. Wat is je plan? Ik ga eens heel even kijken. Als ik naar de shop ga, ja? Kan ik zoiets kopen? Even kijken hoor. Redstone. Een hopper. Hoeveel kost een hopper? Kost 1000 euro. Kijk, dat ga ik kopen. Ik ga dat Hoezo? Wat heb je nou aan een hopper? Wat heb je oprecht nou aan een hopper? Jij denkt nu, wat heb je aan een hopper? Dat vraag ik inderdaad. Wat heb je aan een hopper? Ja, wacht even. Ik heb ook heb je toch oprecht niks aan? Wat zeg jij? Dan heb je toch wat ga je nou nu met een hopper doen? Ja, dat vraag jij je af, hè? Ja, dat vraag ik me inderdaad af. Wat ga je met een hopper doen? Dat is de vierde keer dat ik het vraag. Even 2 blokjes hout. En ja? Wat ik dan ga doen, ja, mensen kunnen het eerst natuurlijk bij mij zien. Maar dan ga ik onder mijn cobblestone generator een hopper plaatsen. Zodat die blokjes niet meer in de lava vallen. Oh, omdat ze gelijk in de hopper terechtkomen. Maar moeten ze dan niet even goed niet in de lava vallen? Dat zullen we zien. Dat weet je.
Nee. Nee? Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw plan. Naar jouw meesterplan. Ja, nou, dat plan heb ik al uitgevoerd. Weet je wat ik lekker ga doen, Robin? Nou. Ik geef een bezoekje brengen aan Mining Island. Nee, dat telt niet. Je telt wel. Ik heb gehoord dat je hier namelijk ook blokken kan hakken. Kijk, mensen hebben hier al 2100 blokken gehakt in hun leven. Maar hier kan ik gewoon letterlijk naar het kool lopen. Hier en gewoon. Ja, hier heb ik kool. Heb ik gewoon kool kan ik hakken hier. Het is gewoon het publiekelijke Mining Island waar iedereen rondloopt. Alleen, zo te zien zijn alle goede blokken zijn al gehakt door mensen. Oh, het ijs hier. Ah, daar kom ik niet bij. Zo te zien heeft iedereen alle goede blokken al gehakt. Ja, dat duurt namelijk ik. Even voordat dat terugspant, jongens. Oh, je moet er op tijd bij zijn bij het Mining Island. Maar ik zie wel dat ik gewoon lekker kool kan hakken. Dus dat ga ik wel doen. Hier, die kool die kan ik hakken. En weet jij hoe lang het duurt voordat ongeveer bijvoorbeeld de diamonds respawn hier en zo? Dat kan wel een minuutje of 10 duren. Oh, mijn god. Dus je moet er echt op tijd bij zijn. Ik ben er gewoon niet op tijd bij. Normaal, want ik weet volgens mij, ik heb een keer eerder gespeeld. Hier liggen spannen normaal diamonds. Maar die zijn dus nu op. Laten we even kijken of mensen stiekem blokjes zijn vergeten die ik wel kan hakken. Oeh, hier is nog meer kool. Oh, ijzer! Ja! Iemand is ijzer vergeten te hakken. Ik zag het al. Wacht, eens even dit kool hakken hier. Zo. Iemand was hier vergeten ijzer te hakken. Top. We hebben 6 ijzer. Nou, ik moet zeggen dat mijn tactiek wel goed heeft gewerkt, hoor. Ja? Het valt niet meer in de lava? Zeker niet. Oh, dan doe je het goed. Dan ben je goed bezig. Dank je wel. Die kooldingen is daarboven, kan ik niet hakken. Daar kom ik niet bij. Misschien dat ik zo meteen even terugkom bij het eiland hier. Laten we teruggaan naar mijn eigen eiland. Ik wou zeggen, mijn boom is gegroeid, maar dat heb ik zelf gedaan. We hebben wel 33 kool ineens, dus dan kan ik ook kool gaan, of even steen gaan smelten. Dat wilde ik namelijk heel graag. Nou, laten we trouwens eerst het andere ijzer even smelten. Dat is belangrijker. Dat heeft meer prioriteit. Dan ga ik nu beginnen met mijn boomhutje, maar ik wil dat niet met normaal hout doen. Of ik niet met jungle hout. Het is misschien een beetje gek, maar... Nou, jawel, ik ga het wel met jungle hout doen, maar dan wil ik wel nieuw jungle hout kopen. En dat heb ik hier, jungle lock. Hoe duur is één jungle lock? 25 euro. Oh, voor een stack kost 1,6k. Weet je, ik ga het gewoon doen. Zo, dan wil ik, dan heb ik het hout. Dan wil ik eigenlijk ook nog wat leaves kopen als dat kan. Kan ik blaadjes kopen? Jeetje, wat ga jij veel kopen? Ja, ik wacht gewoon tot mijn geld op is en dan... oh, maar blaadjes kan ik niet kopen, helaas. Maar weet jij hoe je snel geld krijgt dan? Dat weet ik namelijk oprecht niet. Je kan dingen verkopen, oprecht. Je kan legit dingen verkopen in de shop. Kijk, ik koop nu bijvoorbeeld hout, maar ik kan het ook verkopen. Nu zou ik dan heel veel verlies hebben, want ik heb het ingekocht voor 1,6k. Maar ik kan ook dingen verkopen voor 320 euro, weet je, bijvoorbeeld. En... Aha. Ik weet dat er een marktplaats is waar je dingen kan verkopen. En ja, daar dat staat wist nog niet wel, ja. Maar... heel veel bijzonders. Er zijn spanners voor belachelijk veel geld op. Iemand heeft 2 blokjes dirt voor 200 miljard erop gezet. Zou ik ook doen. Ja, goede deal. Kan ik naar boven hier al? Is er een manier om hier in één rechts, oh, het bliksemt, rechtstuk naar boven te gaan? Kijk, nou zo, denk ik. Heel veel boos ja, kijk. Gekregen. Zo, zo. Ah, ik ben bijna boven mijn boom. Ik ben bijna boven mijn boom. Oh, ik moet heel voorzichtig zijn. Zo, zo. Ja! Oh, oké. Okay. Het is een bepaalde route naar boven in mijn boom. Die ga ik goed onthouden, want ik ga hier namelijk mijn huisje bouwen. En dan heel inefficiënt moet ik elke keer naar beneden om de rest te doen. Naar de cobblestone generator en maar zo. Maar jij gaat dus een boomhut bouwen. Ik ga in een boom bouwen op een skyblock. Ik heb boomhutblok in plaats van skyblock. Boomhut skyblock. Boomhutblok. Boomhut zo, nou hakken we dit. De hele laagje hier hakken we. Hopen we dat we misschien saplings eruit krijgen. Ik denk het niet, maar... Ja, we hebben een sapling. Ik heb een bezoeker op mijn eiland, Robin! Iemand met een emerald rank is hier naartoe gebezoekt. Die zijn aan het rondvliegen op mijn eiland. Oh. Wat, hij is aan het kijken. We hebben een bezoeker. Oh. Je kan ook als eiland altijd gewoon bezoeken, jongens. Ik heb een houthakker missie voltooid. Echt? Ja. Wat heb je gekregen? 3 eiland XP. 5 eiland kristallen. En 1000 euro. Echt? Ja. Waarom heb jij zoveel? Ik ga trouwens deze gast wegsturen. Ik ga mijn eiland privé maken, sorry. Ik heb mijn eiland privé gemaakt. Ik heb hem weggestuurd. Dan doe ik dat ook. Maar je hebt gewoon een missie gecomplete. Ja. Oh mijn god. Ja, want ik denk dat als je slash eiland doet... Kijk, hier kun je alles zien. En hier heb ik dus een missie. Waarschijnlijk hier de smid. Nee, ik had iets anders. Oh, dat zijn dagelijkse eilandmissies heb je zelfs, Max. Echt? Ja. Oh mijn god. Ik wil ook daar eilandmissies. Wat zijn waar kan je de eilandmissies zien? Slash is... Oh, missies, inderdaad. Smid, jager, bakkerij en mijnwerker. Oh, wat heb jij gehaald dan? Ik heb de bakker, dus jij hebt ook andere. Oh, had jij bakker gehaald? Ja. Heb jij 64 nee, broodjes? Bakker, ik kan het zeggen. Ja, maar die heb ik niet, houthakker. Nee, maar je niet iedereen maar die zijn zelf, dagelijks hè? Natuurlijk. Ja, ik snap hem. Oké, ik ben trouwens een leuk huisje aan het maken hier. Ik ga het een beetje wild maken, gewoon een wild boomhutje. Oh ja. Ga ik ervan maken. Ik zit even te denken wat ik ga doen. Ik denk dat ik mijn... cobblestone generator hier als ja, soort van icoon op mijn eiland, het middelpunt van mijn eiland wil laten worden. Ah, dat is leuk. Dat vind ik een leuke. En met die 1000 ga ik dan nu gewoon heel veel gras kopen. Ja, maar hallo. Dit vind ik vals spelen. Nee. Jawel, dit is vals spelen. Ik zou nooit dingen gekocht hebben. Nee.
Maar toch koop ik... Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon 128 Dirt kopen. Heb ik nu nog maar 110 euro. Ja. Maar, dan kan ik... Het bliksemt heel erg. Oh nee, het is klaar. Oh, het is dag! Het is dag, wat ben ik er blij mee. Maar wat ging jij doen? Sorry, ik onderbrak je met mijn blijdschap. Ja, dat maakt niet uit hoor. Maar, kan gebeuren. Ik ga mijn eiland nu gewoon heel erg uitbreiden met Dirt. Ja? Kijk, dan... daar ga jij de fout in. Ik ga gewoon allemaal kleine losse eilandjes maken die met bomen geconnect zijn. Hoe leuk is dat? Ja, maar ik ga een heel ander soort eiland maken. Ja, maar jouw eiland gaat gewoon niet zo mooi zijn. Dat is een beetje het probleem. Maar waarom zeg je dit nou? Weet ik niet. Weet je, ik ga vast investeren in de toekomst. Ja, dat is goed. Ik ga geld op de bank zetten. Ik heb 1000 euro op mijn eilandbank gezet. Dan kan ik met die 1000 euro kan ik niks meer doen, jongens. Dan stel ik die veilig voor domme keuzes in de toekomst die bijvoorbeeld Robin net heeft gemaakt, dat wij dat niet kunnen doen, weet je. Ik vind trouwens wel dat jullie ook in de reacties even moeten achterlaten. Hashtag team Robin of hashtag team Max? Want ja, ik ben toch maar wel meer deels team Max dit gaat zijn. Nou, jongens, laat weten in de reacties voor welk team ben jij. Ben jij voor team Robin in deze Skyblock oorlog? Of ben jij voor team Walnoot in deze Skyblock oorlog? Kijk, als ik jullie was, zou ik gewoon lekker voor team Walnoot zijn. Dat is lekker een veilige keuze. Dan weet je dat je altijd al gaat winnen en zo. Maar wil je een keer een risicootje nemen, wetend, ja, het maakt me toch niet uit als ik verlies, dan kan je misschien voor team Robin gaan. Maar laat het nu weten in de reacties. Team Walnoot of team Robin? Ja, leuk. Leuke vent ben je, hey, steenhouwer missie voltooid. Oh? Ja. Ja. Ik ga mijn beloning ophalen. Oh, ik heb niks specifiek wat ik op kan halen. Jawel, de diamondje toch? Er staat is die diamond boven. Oh, ja, ja. Nu heb ik weer 2000 op de bank staan. Dus dat betekent dat ik nu al beter ben, Robin. Want ik heb al meer geld op de bank bij de... Ja, waar het om maar gaat. Ik wist helemaal niet dat je dit moest doen. Dus ik kan er ook eentje ophalen. Hier. Hoeveel heb jij nu op je bank staan? Op jouw eilandbank? 1000. Ja, ik 2000, weet je. Dus, hè? Ja, het verschil moet er zijn, hè? Ja. Maar dan ga ik kijken of ik snel wat anders ook kan... fixen? Nee, dat kan ik niet. Ik neem ook een ijzeren axe en een ijzeren shovel gaan we maken. Zo. Zo, gewoon even wat fancier. Ik ga even kijken op het mining eiland of er al bewijzen van nieuwe blokken zijn geregenerate die ik kan hakken. Nee, nog steeds niet. Oh, alleen weer kool. Maar ik ga het kool wel hakken hoor. Maar ik wil gewoon even dat er een diamondje respawnt of zo. Of een emeraldje. Hey. Of een emerald. Jij bent hier ook. Nee, nee, nee. Het zijn mijn blokken. Alles wat je vindt is van mij. Alles wat je vindt is van mij. Oh, dankjewel voor de kool. Oh, nee, dat kan je niet oppakken. Oh, ja, dankjewel. Oh, je hebt mijn kool opgepakt. Ja. Je scammer! Dat was mijn call! Nee. Jawel! Je hebt me opgelicht! Dat was mijn call! Ik heb namelijk ook een gratis pickaxe opgehaald bij die mineman daar. Want ja, dat kan ook. Dat had ik eigenlijk in het begin al moeten doen. Ja, dat... Oh, dat kan niet hakken. Ah, oh, er is wederom niks gerespawnd. En je hebt gewoon mijn call. Ik heb uiteindelijk maar 7 call. Hoeveel heb je? 17. Ja, je hebt gewoon... Jij is dief. Je gore dief. Er is niks. Gaat kan... per stukje kapot. Oh. Ik hoop dat ik hem krijg. Oké, het is niet gelukt. Ja, Sammy Boy is hier ook. Die is helemaal naakt. Ik weet niet of dat veel fijn is, trek wat kleding aan, maar er is niks nog. Ja, mining het duurt even, jongens. We hebben er geen geluk met de mining sessies. Hoe kan iemand al 2000 blokken hebben gemined? Ja, ik weet het niet. Die heeft hier echt lopen grinden. Waar ga jij heen? Zeg ik niet. Ik volg je, waar ga jij heen? We zijn in de spawn, Robin. Nee. Waar ga jij heen? Weg. Nee. Wat ga je doen? Deze man is echt gewoon... Zo, deze man ziet er inderdaad echt met volledige netheid uit. Gast, Robin, even een leuk iets gewoon. Kom eens. Kom maar. Ik zou niet inspringen met al die spullen die ze verlies je dan die wij hebben. Kom eens. Dit is even serieus best wel grappig. Zie jij deze gast hier? Dutch Gamer Sophie. Ja. Lekker aan het vissen, hè? Je denkt, ziet er vredig uit. Ja. Dan gaan we even naar het scorebord met degene in de server die de meeste vissen hebben gevangen. Kijk even hoeveel vissen deze man heeft gevangen. Of 822. Meisje. Of Sophie, meid, sorry. 822 vissen. Heeft ze al gevangen, of hij? Maar, wacht even. Sophie, als je mij kan horen... Ik weet nee, niet nee. Nee, je krijgt er ook in die smaak. Nee! We hebben allebei een goede pickaxe gekregen. Oh, shovel. Nee, maar nee, dit is niet leuk. Nee, dit wil ik niet. Nee, nee, Max, kom hier. We gaan dit ritueel gaan we doen. Nee, dat kunnen we niet maken. We kunnen het niet weggooien. Dit hebben we gekregen. Dat hebben we eerlijk verdiend. Oké, okay, gaan we het weggooien? We hebben het niet eerlijk verdiend. Oké, okay, wacht, dan moeten we wel van het randje staan. Kom, we gaan het eerlijk weggooien met z'n tweeën. Ja. Is de pickaxe? Huh? Oh. Oh mijn god, dan raak je spullen. Oh, nee, niet. Oké, okay, eerst de pickaxe? Ja. Drie. Twee. Eén. Doe dan. We doen het allebei niet. Jawel. Oké. Okay. Daar ging ie. Nee. Daar gingen ze. Daar gingen ze. Wat een mooi prachtig ritueel. Nee. Wat een prachtig ritueel. Nee. Hou hem weg. Je zag dat ik mijn pickaxe naar beneden gooide. Ik zag... Ja, je eigen pickaxe, ja. Nee, helemaal niet. Ja, ik Die zag heb ik nog op. Hier. Kijk maar. Zag je? Nee, dat was een ex. Hier. Nee, daar heb ik hem nog. Weg dat ding. En die shovel ook. Hier, ja, die shovel heb je ook niet weggedaan. Oh.
Nee, klopt, nog niet. Oké, ik ga weggooien. Oké, jij doet je shuffle. Jij hebt je de pickaxe weggedaan, dan doe ik mijn shuffle. Ik wil het niet, ik wil eerlijk spelen. Ja, maar nu heb ik mijn ijzeren pickaxe weggegooid. Ja, die kun je claimen bij het Mijneiland. Oh ja, dat klopt hier. Ja, die ook, hup. Nee, die ga ik eerlijk teruggeven. Waar is ze? Waar is Sophie? Sophie, waar ben je? Ja, vissen denk ik. Nee, maar die is niet vissen. Oh. Dan geef ik hem aan hem. Hij is buffed, hier. Jij mag ze hebben. Oké, okay. Nou snel naar het eiland. Nee, ik ga eerst mijn nieuwe pickaxe ophalen. Oké, okay, nou dan kan ik snel verder. Kijk jongens, dit was de tactiek. Nu heb ik de gratis pickaxe en ga kijken of er al nieuwe dingen zijn gespand in de mine. Wederom is er nog niks gerespawnd. Dat duurt echt lang jongens. We hebben echt pech. Of er zijn telkens mensen die tussendoor ook die dingen hakken. Dat kan ook. Wat cool. Cool respawnt wel heel snel gelukkig. Ik val van mijn eiland af. Ik ben blij dat je je spullen houdt. Ja, dat scheelt hè. Dat scheelt heel veel. Oké, ik heb weer 32 kool. Dat kan ik erin. We hebben gewoon meer dan een stack kool inmiddels al. Rijkdom gaat voorspoedig. Rijkdom komt voor de val, hè Max? Ja, oké. Dan ga ik al mijn spulletjes trouwens ook naar boven verplaatsen. Rijkdom komt voor de val. Wat is dat? En ik zei je ja zegt erop. Ook gewoon ja, oké. Ik weet niet waar het over ging. Ik zei ja met een leeg hoofd. Waar ging het over? Je bent inderdaad een leeg hoofd. Nee, niet zo doen nou. Rijkdom, vind ik niet leuk. Rijkdom komt voor den val. Ja, ik ken voor den. Oh, dat betekent dat ik ga falen of zo. Ja, zeker. Met rijkdom haal je niet alles. Ja, ik wel. Ik haal meer levels in Skyblock dan jij. Dat weet ik wel zeker. Hoeveel levels heb jij namelijk? Mijn eiland levels? Nee. Oh, mijn normale levels? Ja. Ik heb er nu 48, maar dat komt door het minen. Door minen krijg je echt belachelijk veel levels. Ik heb er 10. Ik heb er 48 al. Maar ik ben boven op mijn boompie, lekker veilig. Hier kan me niks overkomen en zo. Ja. Kijk, mijn kistje ga ik plaatsen weer. Doenk, doenk. Gaan we mijn furnace gaan we plaatsen. Gaan we mijn crafting tabletje gaan we plaatsen. Laten we alles terug in mijn kistje. En dan denk ik, Robin, dat het tijd is om de status te gaan bekijken van de twee eilanden voor vandaag. Oh jee, echt waar? Ja. Ik plaats eerst even toortjes dat ik hier licht heb. Zo, hoppakee. Vind je ook niet dat het tijd is? Ja, eigenlijk wel, maar ik schaam me nog wel een beetje. Ja, dat snap ik. Kijk, en daarom heb ik al een beetje nagedacht over hoe mooi het eruit moet zien en zo. Maar hoeveel levels heeft jou? Hoeveel geld heb je op het eiland staan? Hoeveel level? 1. Ik heb ook 1, maar ik heb wel 2000 op de bank staan. Ik 1000. Heb ik dat gewonnen voor vandaag? We kunnen er één niet eens om. Ik denk niet dat we eromheen kunnen draaien dat ik gewonnen heb voor vandaag. Kijk, qua eilanden moet er allemaal uit. Het is nog niet zo interessant, jongens. Maar dat komt allemaal de volgende aflevering. Robin, mag ik je eiland bezoeken? Ja, dat mag. Wat ziet het er rustiger uit dan mijn eiland, moet ik zeggen? Ja. Mijn eiland is iets chaotischer dan die van jou. Jij hebt ook gewoon een plat iets en zo. Het is wel. Je hebt wat rustiger. Ik krijg wat meer rust in mijn hoofd hier dan dat ik bij mijn eigen eiland heb. Ik krijg ook wat meer rust in mijn hoofd. Kijk, jij bent wel druk bezig met dit. En jij bent slim bezig, zo te zien. Dankjewel. Waardeer ik. Maar voor nu, jongens, gaan we deze video afsluiten. Ik sla mijn microfoon. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even in de reacties weten of jij voor Team Walnoot of voor Team Robin bent. Ik ben voor Team Walnoot, want. Dat ben ik. In ieder geval, terwijl Robin aan het verder spelen is en aan het vals spelen is, omdat ik de video aan het afsluiten ben, wil ik jullie bedanken. Vergeet zeker even niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dat is namelijk een andere video die je moet kijken. Heb je deze nou nog niet gezien? Doe het gewoon even. Dat is een hele leuke video, oké? Gewoon even kijken. En nu steek ik later glaasje aan.